Hoe zet je een Windows 10-computer uit? Wist je dat er zeven manieren zijn om je Windows 10-computer uit te zetten? Als je er nog één weet, laat het me dan zeker weten. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. De eerste manier: je drukt op de fysieke aan-uit-knop. De tweede manier: je klikt linksonder op het Windows-icoon van het startmenu. Of je drukt op de Windows-knop van je klavier en dan kies je aan, uit en afsluiten. De derde manier. Je klikt de rechtermuisknop op het Windows-icoon linksonder. Je kiest afsluiten of afmelden en dan kies je afsluiten. De vierde manier. Je klikt op het bureaublad en drukt Alt-F4. Je kiest afsluiten en oké. OK. De vijfde manier. Je drukt de toetsencombinatie Ctrl-Alt-Delete. En je kiest rechtsonder Afsluiten. De zesde manier: Afsluiten vanuit de opdrachtprompt. Je opent de opdrachtprompt vanuit Startmenu en je typt cmd. En je kiest opdrachtprompt. Je typt shutdown spatie slash s. En je drukt enter. Je computer wordt binnen de minuut afgesloten. En dan is er nog een zevende manier. Afsluiten vanuit je inlogscherm. Je klikt rechtsonder op het afsluiticoon en je kiest afsluiten. Dit waren 7 manieren om je Windows 10 computer af te sluiten. Probeer ze maar eens uit. Als je nog een manier kent, laat me ze dan zeker weten.